75 personen moesten gaan, die belangrijk zijn. En waarom zijn we met 4 bussen gekomen daar? Hebben we zoveel geld opgehaald om 3 bussen te betalen? Dan hebben we Patrice Gomen die heeft een directeur in Exitel. Begrijp je, de veiligheid gaat hier mooi rijden. Goed zo, papa. Hey. Wie zijn die? Ja. Ik ben Sahadeo. Meneer Sahadeo, u bent een van die boeren uit Nikeri. Wat is de stand van zaken nu? Nou, we zijn opgeroepen geworden met 60 boeren. En we zijn nu hier gekomen met 60 boeren en meer dan 60. Maar wij 60 moeten daar. Er was ons gezegd dat er ruimte is voor 60 mensen. Maar we zien dat er ongeveer 20 mensen vooraf van al daar geaccommodeerd zijn. En nu zeggen ze dat ze 25 mensen willen. Dus we gaan 25 mensen dan hieruit selecteren en dan gaan we toch binnen. Ja, maar die andere groep, ik weet niet van waar ze zijn gekomen en wie dat, maar oké, we gaan toch even meewerken. Ja. Ja. Oké. Er is ruimte voor 25 mensen om te zitten. Zo, we gaan alvast met deze mensen naar binnen. Utanja, zo even wachten. Rustig. En we gaan ons netjes en rustig gedragen. Zoals we dat hebben afgesproken. Regel? Ja. Oké, thank you. We gaan alvast. Oké, Nikas. Neem mijn jagelaars op de lijst. Ja, maar ik heb nog een lijst van stuurtocht. Nou, dan zal ik nog voor mensen naar binnen sturen, toch? Hai. Heren, wij gaan even naar binnen. In gesprek met de president. En we kijken even wat we kunnen doen. De pers mag niet erbij. Broer. Ik zou kunnen pleiten voor ons, dan willen we het meemaken. Marseille is het geworden. 25 boeren die dus gaan. De penicillin hebben gekregen. Siraj, jij bent niet naar binnen gegaan. Eigenlijk was de afspraak dat 60 tot 80 mensen zo naar binnen gaan. Maar de president heeft de landbouwers uitgenodigd. En niet de DN en RL-leden. Wij zijn, de boeren zijn uitgenodigd van Nikeri. We zijn 4 uur lang gereisd naar hier om bij de president te gaan. Kijk hoeveel mensen zijn er. En datzelfde antwoord wat we in Nikeri hadden gezegd, dat 5 of 25 mensen gaan naar binnen, is datzelfde antwoord van de box gekomen. Dat 25 mensen. Van 5 mensen hebben we gehandeld, is nu 25 mensen geworden. Wat gebeurt er? En mensen van de DRL, er zijn bijna 30, 35 mensen binnen. Hoe kan dat? En wij zijn gekomen voor de landbouw. We zijn niet gekomen voor de corruptie. We zijn gekomen vechten voor ons geld. We hebben de mensen van de DRL niet nodig. We hebben de president nodig. De landbouw heeft de president nodig.
Wat willen jullie van de president? Wij willen dat de president, hij is de vader van ons land. En dat wij van zover vandaan zijn gekomen, laat hij een goede antwoord aan ons geven. Dat we met een grote hart naar Nikeri gaan en hem ook naar Nikeri meenemen. Dat is de... Maar, ja, ik ben ontevreden, want we zijn sinds 6 uur wakker omdat we alle landbouwers naar binnen zouden gaan. Dat was de afspraak. En nu we hier staan, mogen alleen maar 25 mensen gaan. Dat zijn we ontevreden. Maar wat willen jullie als het gaat om geld? Wij willen dat geld. We moeten de banken betalen. We moeten de, waar we geld hebben geleend. Mensen hebben hun vrouwen, kinderen, sieraden in de bank gezet. De bank gaat toch geen mes willen hebben. Laat één bank zeggen, oké, breng dat mes en geef. Ik neem dat mes en ik geef je dat geld. Dus die, in plaats van die 2000, hoeveel zou genoeg zijn? Er was beloofd voor 12.500. 12.500. Ze hebben ons 3 jaren al voor de gek gehouden. Maar dit is de 4e keer gaat het niet lukken. We eisen de 10.000 per hectare. Dat. Goed, dat was een van de boeren. Laten we kijken of... So, die mensen zijn boos daar. Je wilt ook naar binnen gaan. De Surinaamse bevolking wil ik jullie zeggen van, kijk, Chan, het is niet goed wat Chan doet. Weet je waarom ik dat zeg? Ik ga je één ding zeggen, Chan is niet een goede president. Amma schrijft presigi om een sani grond. Dit is een grond heb ik. Tramabari. En dat is Rajendra Wallering. Om eerlijk te zijn. Ik ben Wallering. En ik sabi. Ja. Goed. Boze mensen. Niet iedereen wil met me praten. Oké, dan gaan we even de livestream beëindigen en wachten op het resultaat. Vraagstellen dat er zijn geen landbouwers dat die starten. Kan niet toch? Ja. Maar laat hij even komen kijken. We zijn met zoveel bus alles gekomen. We zijn geen dingen, toeristen dat we hier onder de boom komen hangen doen. We zijn allemaal boeren hier. Ja. Jullie zijn gewoon zakelijk. Jullie willen horen wat er uit de bus komt. En daarna gaan jullie weer richting Nikeri. Ja, als het niet gaat, doen we onze werk weer terug. Ja. Ja. Van bepaalde reisboeren heb ik begrepen dat jullie geld hebben moeten verzamelen. Ja. Om de reis te maken. Klap. Ja. Ja. Zo erg is het gesteld met jullie, ja, wat jullie financiën betreft. Zo krapjes zitten jullie. Ja, en we hebben, kijk, we hebben betaald om hier naartoe te komen, daar zijn we buiten. We mag niet binnen gaan. Maar oké, we wachten tot nu toe. We kijken wat er gebeurt. Ja. Ja. En wat betekenen de parlementariërs en ook de DC voor jullie? DC is goed, maar parlementariërs hebben we niet gezien daar. Mm-hmm. Nu komen ze wel. Okay. Ja. Nu komen ze wel op voor ons, maar toen we daar waren, zoveel dagen hebben we geprotest, alles gedaan.
niemand was gekomen daar. Dus iedereen zit in eigen belang. Dus we willen... Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, ik probeer geen woorden in uw mond te leggen, maar jullie willen niet langer misbruikt worden. Ja, ik wil de verkiezingen naderen. Ja, en jullie zeggen dat jullie niet langer misbruikt willen worden als boeren. Ja, klopt. We hebben echt een goede doel. President is een mooie president, maar president, wat heeft president beloofd, moet ons kijken. Naar ons kijken, ja. Ja, wat zei u? Hij moet nakomen wat hij heeft gezegd. Jogi zegt 12,5. Dan hoe kan hij minimaal 10.000 niet geven? Ja, en 100 SRA was beloofd vorige seizoen, hè? Ja. Maar 60 ballen, dat is 6.000 al per hectare. Per hectare, ja. Dat is ook niet toegekomen, niet teruggekomen. Dat wordt alleen maar beloofd, maar jullie zien niets terug. Alleen maar beloofd. Niks. Niks horen we en niks krijgen we. Hoe moeten we doen? We hebben schulden om te betalen. Ja? We hebben schulden, we hebben zoveel gehusteld en nu... Ik heb geen woorden ervan. Ik ben helemaal moe geworden. Ja? Dank u wel, heren. Ik wil dat we goed nieuws krijgen. Laat ons daar niet in de kerk gaan. Die kerk zijn er wel een mooi nieuws bij zich. Paramaribo en wel bij het kabinet.